kwam weer een Audi voorbij. Nederlands trots Vredestein heeft een gloednieuwe vierseizoenenband. Een stukje high-tech rubber dat zij onlangs aan de wereldpers toonde in het Duitse Baden-Baden. Ik was er voor Insta Autovlog bij aanwezig. De Vredestein Quadrac Pro is Vredesteins antwoord op de alsmaar groeiende vraag naar een premium vierseizoenenband. De Quadrac Pro verenigt twee banden in één. Een veilige winterband aan de ene kant en een dynamische sportieve premium zomerband aan de andere kant. De Quadrac Pro is het meer premium broertje van de Quadrac 5, een band die de afgelopen jaren heel veel prijzen in de wacht sleepte. Premium in de vorm van leverbaar vanaf 17 inch tot 21 inch groot. Een hoger, luxer en ook zeker sportiever segment auto dus. En dat vraagt nogal wat van een vierseizoenenband. Want naast de veiligheid en grip die je verwacht van een winterband, moet die jou ook het rijplezier van een goede, stevige, sportieve zomerband kunnen geven. De ene helft van de Quadrac Pro bestaat uit een zomerband met een extra stevige wang voor een goed gevoel in de bochten. De binnenkant van de band bestaat uit een winterzijde en dat betekent extra veel grip in de sneeuw, maar ook op het nat. Wat we nu gaan zien is het verschil tussen een remweg vanaf 50 km per uur tot een volledige stilstand op een epoxylaag, dus een soort van sneeuw, en op nat asfalt. Ik ben reuze benieuwd. De zwarte auto staat op sneeuw. Eén autolengte na, laten we zeggen, anderhalve autolengte meer heeft hij nodig om volledig tot stilstand te komen. Dat is best knap. Nou, met 70 à 80 km per uur een epoxylaag op zometeen. Audi A6, 40 TDI. Het is alsof we direct op sneeuw rijden. Moet ik vol in het ABS bij die snelheid. En dan moet ik uitwijken. Nou ja, piece of cake natuurlijk. Want die nieuwe Quadrac Pro, die presteert wel bijzonder goed hoor. Easy peasy. Kwam weer een Audi voorbij. Kijk, het is natuurlijk makkelijk om een auto goed te laten reageren op nat asfalt of asfalt, maar als het echt glad wordt, ijs, sneeuw, ook dan moet die nieuwe Quadrac Pro excelleren. Nou, en dat doet hij verrassend goed. Kijk maar eens. Je weet goed uit te wijken. Dit gaat gewoon met 80 km per uur, hè? Vergis je niet. En je hebt genoeg grip om responsief uit te kunnen wijken voor een obstakel. En wat mij opvalt is dat als je het rechtstuk rijdt, dan is hij net even wat dat softe wat een winterband kan hebben. En dan stuur je in en denk je, wow, daar zit een behoorlijke respons in. Hij reageert goed, voelt wat hij doet, die auto blijft communicatief. Rijden in de Stelvio, hoe communicatief wil je het hebben? En dan heb je toch zoiets van, ja, je rijdt gewoon over met een vierseizoenenband over een circuit en je denkt van, jeetje, dat is wel even een partij grip. We begonnen vandaag op droog, vrij warm asfalt, 17 graden, zonnetje. Die nieuwe Vredestein Quadrac Pro gaf geen kick onder een hele dikke Alfa Romeo Stelvio. Het is dan een band die verrast met een behoorlijk harde zijkant voor extra goede communicatie op het zomergedeelte van die band. Vervolgens gingen we een nat wegdek op, gingen we uitwijken op nat asfalt. Vredestein belooft op dat moment een 10% kortere remweg zelfs. Op nat asfalt ten opzichte van de Quadrac 5. En dat is een beste prestatie. Daarnaast belooft Vredestein dat de Quadrac Pro een 5% snellere, betere handling heeft in de sneeuw. Dankzij het wintergedeelte aan de binnenkant.
En dat onder bijvoorbeeld een hele dikke Audi of onder een hele dikke Stelvio. Want onthoud, Vredestein zet met deze band in op de meer premium high-end markt. Hele fraaie Volvo's XC90 bijvoorbeeld voorzien van deze Vredestein Quadrac Pro. Of hele high-end premium SUV's met heel veel vermogen. Want onthoud wel, dit is de enige vierseizoenenband met een snelheidsindex I tot 300 km per uur. En dat geeft je toch wel behoorlijk wat voordelen. Want ook in Italië kan je dus gewoon zomers doorrijden met jouw hele snelle vermogende SUV of vermogende premium sedan. In combinatie met een vierseizoenenband als deze Vredestein Quadrac Pro. Je hebt dan ook het comfort dat je eigenlijk niet meer hoeft te wisselen tussen een zomer- of winterband. Dat is in ons land eigenlijk gewoonweg ideaal. Want laten we wel wezen, wanneer is het in Nederland langer dan een week min 10? Eigenlijk nooit. En bij die temperaturen en een heel flink pak sneeuw zou een echte winterband kunnen excelleren ten opzichte van deze nieuwe vierseizoenenband. Maar dat gebeurt vrijwel nooit. Nederland is een vierseizoenenland. En die nieuwe Vredestein Quadrac Pro sluit daar perfect bij aan. En oh ja, belangrijk om te weten, naast die snelheidsindex I, 300 km per uur, beschikt hij ook over het felbegeerde sneeuwvlokje. Dus in heel Europa wordt hij toegelaten als een echte winterband.